Boys, mijn vriendin zit onder mijn bureau. Wacht even dan. Ja, en je moeder bij mij. Die vond ik leuk. Ah, ik wil mee. Goedemorgen. Goedemorgen, roomservice. Nou, kijk eens, Edwin is vandaag... Edwina is het. Edwina, die regelt het ontbijt. Nou, eet smakelijk, hè? Dankjewel. Contract opbreken. Oh. Zo, je kan geen... je kan geen kutkinderen meer krijgen. Doei. Jezus! Wat zie jij een onsmakelijke geluiden te maken, zeg! Joh, ik deed helemaal niks! Oh nee! Wie dan wel? Ja. Huh? Die mevrouw, joh, die zat gewoon te poepen! Gitsie! Goedenavond. Goedenavond. Jij bent weer een stukje lichter, hè? Zal je rol maar wezen, nou. Hè? Die ging vanmorgen thuis weg en toen zei je, wat ga je doen? Even poepen in theater. Kijk, dat was een prinses toen, weet je wel. Oké. Okay. Of daar. Haar prinses. Las in de hondenband. Zo blauw als een tyfuslaaier, zeg. Kijk je maar. Ja, ziet er een beetje lazen. Ja, kijk even. Nou, Jankie zegt, nou, wat kijk je. Dat. En hoe is die avond afgelopen, Tini? Ah, nou, s'nachts was dat. S'nachts was. Maar daar was het, ach, god, ja. Zo'n blauw als een secret, zeg. Gelukkig woonde er niet weg. Hey, moet je eens kijken, joh. Een vreemde vent zoekt ze en ik niet. Mij zoekt ze niet. Ze durven ook niet bij me te leggen ook. Oh, nee? Nee. Jullie slapen niet bij elkaar? Nee, ik ken niet. Ik ken niet. Hij is zo geil, nou. Dat is niet meer de bestrijden. Wat is dit nou weer? Wat? Je zegt, god, we mogen deze wel vasthouden. En dan ging je te janken. En tot ziens, denk ik. Krijgt de tering, hè? Ja, op zondag hebben we de teringzondag. Met je langharige teringtekkel. Dag vriendjes en vriendinnetjes. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Dat was het dan alweer.